Oké, combinatie Jurus 11 en 4. Jurus 11 begint vanuit deze positie. De trap is hier, de voet komt ongeveer hier. Zo, de knie is ongeveer hier. Dus van hieruit, in plaats dat je helemaal terug gaat naar, maak je een korte. Hier is de knie. Mag met vuist, mag met open hand. Dus je staat hier. 1. Boven is nu open. Dus die blokt. In een bounce. Dus je staat 1. Bam. Jurus 11 zou je onderhands gaan naar deze positie. Jurus 4 maak je de wering en je maakt de aanval in één keer. En dan kom je hier. Ook dat weer in een bounce. Dus je staat 1, 2. Boven is nu open. Dus die blok je. 1. Maak je de wisselpas. 1, 2 en je valt aan. Dus je staat. 1, 1, open, aanval, pop. En pop. Van hieruit kan je aanvallen, overnemen. En natuurlijk terug naar basis. Mocht je staan, kan je doorgaan. De eerste drie bewegingen zijn het belangrijkste. Staat hier. Bounce. Bounce. Aanval. Opengooien. Aanval. Ja? Ga daarmee aan de slag. Hoi!